Vanaf Hintham ben ik gaan dwalen. Ik ben hier terechtgekomen op de Vutter, Meerheuvel. De Meerheuvel nummer 2. En hier zit Blank Autoschade. Dat is John Blank. En wat hij nou zo goed doet, hij is best uitgekiend. Het logo dat erboven staat. Kijk eens even goed mee. Wat staat daar? Wat staat er nou op dat logo? Ik zou zeggen, het is een soort Pac-Man die de ene poppetje gaat opeten. Maar er staat BA. Het grijze vlak is een B en de oranje is een A. BA. Het lijkt niet echt op een B, maar als er maar genoeg over gesproken wordt van wat staat daar, dan heb je marketingtechnisch een goed logo ontworpen. Blank Autoschade. We gaan naar John toe. Hij zit zo'n 25 jaar in het vak. We gaan met hem praten over hetgeen wat er allemaal vernieuwd is in de loop van de tijd. Want ja, vroeger was natuurlijk een hoop puideuken, maar die hele techniek die heeft niet stilgestaan. Ze moeten werken volgens de allerlaatste normen die ze hebben. En hier op de Meerheuvel nummer 2, daar zit hij. En ik ga hem even lekker lastigvallen om te kijken hoe het gaat na 25 jaar Blank Autoschade. John Blank van Blank Autoschade, Meerheuvel 2 op de Vutter in Zetterenbosch. Al 25 jaar onderweg als het gaat om erkend schadebedrijf. Dat klopt. En we zitten hier vanaf 1994 op de Vutter. Ja, Blank Autoschade. We zien hier verschillende modellen auto's staan. Van nieuw tot oldtimers. Ik zie zelf een Ferrari 400 op de achtergrond staan. Wat doen jullie nou precies? Waar zijn jullie bekend om? Waar zijn je goed? Waar ben je goed in? Nou, alles op het gebied van spuiten en schadeherstellen. Dus geen servicebeurt, maar alles op het gebied van spuiten, repareren, lassen, richten. We zijn een Fokker Eurograd bedrijf. Dat is het hoogste in de schaal van repareren. Wie zijn jouw klanten? Is dat de leasemaatschappij, de particulier? Wij hebben handelaren in de omgeving, particulieren, bedrijven. Alles wat in de buurt zit, kan hier komen om te laten repareren. Maar jij bent wel een vrij schadebedrijf. Hè? Je hebt bijvoorbeeld geen verplichtingen aan leasemaatschappij. Nee. Nou, wij zijn niet aangesloten bij een schadegarant dat we gestuurd worden, dat de schades naar ons gestuurd worden. Wij moeten puur hebben van mond tot mond reclame en goede service. En daar hebben we het heel erg druk mee. Ja, dat doe je al 25 jaar. Leg mij eens uit. Ik rij een niet al te grote schade, maar ik rij een schade waarbij de auto niet meer verder kan. Op dat moment bel ik Blank Autoschade. Wat gebeurt er vanaf dat moment? Nou, dan sta je ergens langs de weg als het goed is. Dan kan ik zorgen dat er een sleepwagen heen gaat. Die brengt die auto hierheen. Of wij gaan hem zelf halen als dat nog gaat. En dan regel ik verder alles met de verzekering. Van opbellen tot schadeformulier invullen. Ik krijg mijn gratis leenauto mee. Geen eigen risico. Wij regelen verder alles rechtstreeks met de verzekering. Dus wat al die maatschappijen met die verplichte verzekeringen pretenderen om te ontzorgen, dat doe jij eigenlijk ook. Je ontzorgt. Dat doen wij ook, ja. John, je komt net uit de spuitcabine. Je hebt de vernislak op de mini gezet. Een van de medewerkers is nu bezig met een computersysteem. Wat is hij aan het doen? Het uitlezen van foutcodes in de auto. Dus als de auto's schade hebben, dan gaan of de airbags af of de geeft een foutmelding in het systeem. En wij doen het vooraf als hij binnenkomt. Dan kunnen we zien van meneer, er zit een fout in. Moeten we die oplossen of niet oplossen? En achteraf als ze naar buiten gaan, doen we ook weer uitlezen. Dat we altijd bewijs hebben van dat hij naar buiten is gegaan. Dat er geen foutcodes meer in zitten. Is er een wachttijd? Mensen die een lichte, grote of een middelgrote schade hebben, die hier terecht willen? Nee, in principe niet. Je krijgt mijn gratis leenauto mee. En duurt toch 1-2 dagen voordat de verzekering ingelicht is en een expert langs geweest is om de schade te regelen. Maar dat regelen wij allemaal. En die hele kleine schade, doe je dat ook? Dat uitlepelen? Ja, dat doen wij ook. Ja. Dus dan kunnen ze restylen. Of restylen, ja, ik weet niet hoe het noemt. Restylen. Dus onder spuiten, ja. Ja, dat doen wij ook. Maar dat gaat heel vrij makkelijk. Hè? Dat is ook vrij snel. Hè? Dat is bijna wachten. Ja, ieder zijn vak, hè? Nee, maar ik bedoel, heel veel vak mensen die zien dan die parkeerdeukjes zitten en die irriteren zich eraan, terwijl het eigenlijk zo verholpen is. Ja, dat is eigenlijk vrij kan snel verholpen zijn, ja. Ja, die nou een Blank, die krijgt ook de leeftijd een keer dat het gaat stoppen. Maar volgens mij zit jouw zoon ook in de zaak, hè? Ja, mijn zoon zit in de zaak. We zijn 4 jaar geleden met een VOF begonnen, waarbij mijn zoon ook in de zaak zou komen. En dat is de opvolger in principe al. Dus wij doen het al samen.